hebben de eerste vlucht van Yangtze River Express verwelkomd. Die hier nu naartoe gaat vliegen, twee keer in de week. En ja, dit was de eerste vlucht en daar maken we altijd wat speciaals van. Omdat we toch blij zijn als er een nieuwe airline weer Schiphol gekozen heeft. En wat voor carrier is het eigenlijk? Het is een Chinese airline, vrachtvervoerder, die met al vliegtuigen zowel binnen China als binnen Azië en nu ook naar Europa. Dit is eigenlijk zijn eerste vlucht naar Europa, regelmatig vracht vervoert. Hier zitten bijvoorbeeld heel veel computeronderdelen in, iPhones, iPads van Apple, die in China geproduceerd worden, hier naartoe vervoerd worden. Dat zijn dus kostbare artikelen die snel in de winkel moeten zijn en die niet 6-7 weken onderweg kunnen zijn per schip.